Hier komen de honden vandaan, uit grote puppyfabrieken in het Oostblok. En naast Brabantse handelaren zijn er ook Brabantse dierenartsen die deze handel in stand houden. Een doorn in het oog van de dierenartsen die wel eerlijk hun brood verdienen. Kommatig staat zo'n fokker aan de balie. Dan wil hij met zwart geld afrekenen, bulkkorting afdwingen en eist hij dat ik niet alles volgens de regeltjes doe. Dus die verzoekjes gaan vooral over uh, ja, pups, enten, uh, paspoortjes aanleveren, uh, dat soort dingen. Dat, dat komt geregeld uh, voor. Dierenarts Marieke liep tijdens haar studietijd ooit een dag mee met een beruchte dierenarts die veel samenwerkt met foute fokkers en handelaren. Um, die dag kwam ik daar morgens aan en na een kennismaking en een rondleiding door de praktijk uh, kwam mijn vader op een gegeven moment met in de kofferpak uh, vijf puppy's. Zij uh, heeft die uh, puppy's, of althans die moesten gevaccineerd worden, dus zij heeft de boekjes afgetekend en gaf mij een... Uh, een fles fysiologisch zout en vijf vaccins in de handen met een spuitje en een naald. En de opdracht om die even in de kofferbak te vaccineren. Klinisch onderzoek daarbij was helemaal niet nodig. Ze moesten alleen een beetje N-stof binnen hebben. Um, als je aan het begin van je carrière staat, dan ben je nog niet zo bedreven in het vaccineren van krioelende puppies. Dus nadat ik alles in één spuit uh, had opgezogen en vervolgens een beetje in iedere pup moest doen, ging dat bij één puppy fout. Dus de N-stof die liep er langs. Uh, die hoefde niet opnieuw gevaccineerd te worden van de vader, want dat was wel goed zo. Hoe staat dat in verhouding tot hoe je het geleerd hebt op de faculteit voor diergeneeskunde? Als je uh, een puppy moet vaccineren, willekeurig welke leeftijd, dus ook volwassen honden, is het altijd belangrijk dat je eerst de hond klinisch onderzoekt. Of dat hij wel gezond is. Dus behalve zijn hart en longen beluisteren, kijk je ook naar de slijmvliezen. Je voelt naar de lymfeknopen of die niet vergroot zijn. Want dat is een teken van ziekte. En je kijkt hem verder nog even na op punten die voor de eigenaar misschien van belang zijn. Zoals een gebit, uh, bultjes en dergelijke. En pas als jouw uh, bevindingen uh, dusdanig zijn dat het dier gezond is. En dat het risico om te vaccineren eigenlijk niet aanwezig is. Dan pas wil je de hond uh, of kat vaccineren. En dan maak je het vaccin klaar door één dosis vaccin met een bijbehorend oplosmiddel in één spuitje en één naald. Ik denk als, als dierenarts dat altijd voorop moet staan dat je handelt in, uh, in het belang van, van het dier, zowel op, op gebied van gezondheid als op uh, gebied van dierenwelzijn. En ik kan me niet voorstellen dat dierenartsen die aan dit soort uh, praktijken meewerken uh, dat nog doen. Uh, en dan komt het stukje financieel gewin uh, natuurlijk om de hoek. Uh, wat blijkbaar een grotere motivatie is voor dergelijke partijen uh, om daar wel aan mee te werken. Uh, want uh, ja, uh, ook, da ook daaraan verdient de desbetreffende dierenarts natuurlijk uh, geld. Ja, wat vind ik daarvan? Um, ja, ik, ik uh, krijg daar een beetje een naar onderbuikgevoel uh, van. En ik zou daar uh, s'nachts niet lekker van slapen als ik uh, de persoon zou zijn die daar uh, aan mee zou werken.